Ghislaine Plag, met haar 48 jaar, betreedt een nieuw hoofdstuk in haar carrière als ze vanaf begin april aan de slag gaat als presentator voor NOS Sport. De aankondiging, die door de NOS op vrijdag werd gedaan, onthult dat ze diverse radio- en televisieprogramma's zal leiden, waaronder het NOS Sportjournaal, NOS Studio Sport en NOS Langs de Lijn. In een persverklaring deelde Ghislaine haar enthousiasme over deze nieuwe uitdaging. Ze benadrukte haar liefde voor de dynamiek en intensiteit van de sport, evenals de fascinerende verhalen van de sporters. Het is vaak alles of niets, je weet nooit hoe uitzendingen verlopen, en dat snelle schakelen en improviseren vind ik heerlijk. Dus ik heb enorm veel zin om meer sportuitzendingen te gaan maken, zeker iconische programma's als Langs de Lijn en Studiosport. Hoofdredacteur van NOS Sport, Gert-Jaap Hoekman, uitte zijn blijdschap en trots over Gilennes komst naar het team. Hij prees haar positieve energie en benadrukte haar vermogen om zich in te leven in het publiek en complexe onderwerpen helder en begrijpelijk te maken. We kijken dan ook enorm uit naar de samenwerking. De overstap naar NOS Sport volgt op Gylennes beslissing eind vorig jaar om te stoppen als presentator van het NPO Radio 1-programma Spraakmakers, waar ze zes jaar lang haar talenten benutte. Voor haar opmerkelijke bijdrage aan het radiolandschap ontving ze in januari de prestigieuze Marconi Euvre Award. De aankondiging van Ghislaine's nieuwe rol als presentator voor NOS Sport markeert een opwindend hoofdstuk in haar professionele reis, en haar ervaring, energie en vermogen om verhalen tot leven te brengen, beloven een waardevolle toevoeging te zijn aan de sportuitzendingen van NOS.